Na jaren wachten is het zover. Nederland heeft zijn eigen Billy Elliot. Of beter gezegd, Billy Elliot. Gefeliciteerd met een van de mooiste rollen uit de musicalgeschiedenis. Dankjewel. Gefeliciteerd met deze prachtrol. Dankjewel. Ja. Hoe voel je je, Jillis? Ik voel me best wel bijzonder, want zoiets maak je niet iedere dag mee. Nee. En jij, Carlos? Ja, je maakt dit nooit mee eigenlijk. 1 keer in je leven hooguit. Rowan, waar heb je het meeste zin in als je straks Billy speelt? Ja, het meeste zin in al die mensen die in de zaal zitten en... Het is gewoon zo cool, al die mensen. En we gaan ook vliegen in de voorstelling. Ja. Daar verheug ik me ook heel erg op. Ja. Dus het wordt nog heel cool. En waar verheugt Svenno zich op? Op het applaus. Want dat lijkt me helemaal geweldig. Ze gaan klappen voor wat jij hebt gepresteerd. Tino, wat bruis jij van enthousiasme? Volgens mij mag wat jou betreft je morgen al spelen. Ja... Nou ja, ik vind het altijd wel leuk, zulke dagen dat camera's, dat vind ik gewoon grappig. Stijn, wat spreek jij toch prachtig tegen de pers. Is dat jouw ervaring? Jij gebruikt een woord als inschatten, gebruik ik bijna zelf nooit. Nou, gewend voor de pers zou ik niet zeggen, maar ja... Ja, ik weet niet. Ja, ik denk dat het ook wel een soort van mijn normale taalgebruik is. Ja, dus... Je werd geboren en opeens zei je de woorden als inschat. Nou, dat ook weer niet. Smoke, Mr. Braithwaite, give it the old red blue desert and shine. Give it the old red blue desert and shine. Jullie werken dus ook samen met een hele beroemdheid, Joop van der Ende. Hoe ga je om met hem? Nou, het is een hele aardige man. Het is natuurlijk altijd spannend als je hem tegenkomt, maar hij gaat je gaat je niks verwijten of zo. Hoe trots ben jij op deze 6? Nou, ik ben trots op ze, omdat ze showen dat in Nederland, maar überhaupt de jonge generatie, ambitie heeft. Een jonge generatie misschien nog wel intelligenter en sterker is als in de tijd dat ik jong was. Ze zijn zoals de hele wereld mee evolueert. Zijn deze jonge mensen ook van nu. Ze zijn leven met nu, met de techniek van nu, met de internet, alle nieuwe media en alle wat digitalisering. Maar ze begrijpen dat het live optreden en de computer twee verschillende dingen zijn. En dat ze, om dat te kunnen, ongelooflijk moeten presteren. De voorstelling Billy Elliot, hij draait al 8 jaar in Engeland. Hoe moeilijk of makkelijk is het om deze voorstelling in Nederland aan de mensen te brengen? Die voorstelling is zo moeilijk, omdat het een ingewikkelde voorstelling is. Het is geen gemakkelijk te produceren voorstelling. Mm-hmm. Alle disciplines, ook voor de volwassen cast, het is zo ingewikkeld om die disciplines bij elkaar te brengen. En het is allemaal persoonlijk talent wat hem draait. Dus ja, het is een hele moeilijke voorstelling. Heerlijk om te doen. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, ik krijg nooit Nederlandse Billies bij elkaar? Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Nee. De Engelsen wel. De Engelsen dachten, dat kan niet, omdat ook wij het systeem hebben dat we meerdere Billy Ellis moeten hebben. Dat is nu helemaal de arbeidswetgeving in Nederland, waar ik ook achter sta. Ja. Maar neem niet weg dat ik heb de geloof in, omdat ik al jarenlang, dat praat ik over 30 jaar geleden, begon om scholenprojecten te steunen en projecten op iedere basisschool wordt een musical gedaan. Dus musical is bij de jeugd populair. Kinderen zijn in Nederland behoorlijk goed geoefend. Hebben er zin in, begrijpen dat. En dat is zelfs meer als in Engeland. Met andere woorden, Joop van den Ende gaat met een gerust hart naar de première datum toe.
Ja, natuurlijk doe ik dat. En ik zal zorgen dat het goed komt, dat het een fantastische show wordt. Maar het is niet makkelijk. Het is echt heel hard werken. Ja. Jullie ervaring met het theatervak? Jij, Jillis? Ik heb meegedaan in de musical Joseph. Ja? En ja, voor de rest gewoon dansvoorstellingen. Ja, gepokt en gemazeld dus. Ja. En jij, Carlos? Ik heb wel een keertje bij mijn amateurvereniging in het Stadstheater van Zoetermeer gestaan. Maar voor de rest nog niet heel veel. Stijn, jij hebt natuurlijk een Musical World Award gewonnen. Ja. Hoe vind je dat je nu al op je 12e een prijs hebt gewonnen? Ja, dat is natuurlijk wel raar. Ja. Ja, dat, ja. Maar het is natuurlijk ook wel heel leuk dat je dat kan En het meenemen. Gaat wennen misschien, hè? Nou, ja. Het blijft natuurlijk altijd bijzonder als je iets wint. Hmm. Dat gaat nooit zomaar. Past zich aan wat jullie heel goed kunnen. Wat kun jij goed, Tino? Hiervoor heb ik nog niet echt gedanst. Maar ik heb niet echt een vak waar ik het best in ben. Je bent allround. Ja, een soort van wel een beetje, ja. En Stijn, ik heb jou heel goed zien acteren in De Kleine Blonde Dood. Wat is jouw specialisme? Ik denk dat mijn specialisme ballet is. Ah. En ik denk dat ik ook best wel goed ben in tap. Nou, ik ga er echt voor zitten als jij met Older Billy straks ballet gaat dansen. Solidarity, solidarity, solidarity forever. We're proud to be working class. Solidarity forever. Op welke tegenspeler verheugen jullie je het meest? De vader. De vader? Ja. Ja, dat lijkt me heel erg leuk, want die gaat helemaal boos tegen je worden. En dan moet je hier lach inhouden en dat soort dingen. Dus dat lijkt me wel heel erg spannend om te doen. Ik denk Pia Douwes. Ja, hè? Ja. En waarom? Ja, zij is toch wel... Ja, wordt zij een hoofdrolspeler. Ja. En ze heeft al heel veel musical ervaring en is best bekend. Benno, in Nederland moet je ook naar school. Hoe ga je dat combineren? We krijgen bij Billy Elliot privéles, zodat we... Luxe, zeg! Ja, zodat we niet de reistijden telkens heen en terug moeten rijden en dat soort dingen. Ja. Maar dat we dan telkens daar zijn, zodat we meer kunnen repeteren. Ga jij je klasgenoten niet missen? Natuurlijk zal ik ze missen, maar... Ja, ik denk dat ik soms, als ik misschien ooit een keer vrij ben, dan ga ik wel misschien langs school. En soms hebben we ook uitjes met school en dan misschien ben ik dan vrij en dan ga ik er ook langs. Als ik er naartoe kan, dan ga ik er naartoe, zeg maar. Everyone is different, it's a natural state. It's a fact, it's plain to see. Je krijgt nu alle aandacht van de pers. Ja. Kun je daar tegen? Ja, nou ja, ik denk het wel. Dat is heel erg leuk. Ja. Ja, het is al heel spannend met al die camera's, wel even wennen, maar wel heel erg leuk. Maar ja, Sven, ze kunnen wel eens roddels over je vertellen. Ja, dat gaat nog niet gebeuren, denk ik. Jij bent een keurige jongen. Hoe vind je het om met ons te praten, de pers? Ik vind het hartstikke grappig. Grappig? Ja. En jij, Carlos? Ja, ik vind het ook grappig en heel leuk en extra spannend. Ja. Nou, wen er vast aan, jongens. Jullie zien ons allemaal terug. Viel dit gesprek mee met de pers? Ja. Hartstikke ja. In november ga ik jullie zien. Ja. Okay. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Het wordt volgens mij fantastisch. En Tino, jou ga ik gewoon ook zien. Veel plezier en ik zwaai naar jullie als ik jullie eindelijk zie. Ja. Oké, dag. Dank jullie wel. Rowan en Svenno. Veel plezier. Dag. The world's raining up without